Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. De HEMA heeft ook categorie 1 vuurwerk. Wij zijn vlak voor de lockdown. Zijn we nog snel naar een HEMA toegegaan. En die beelden gaan jullie nu zien. Dus we zijn in de HEMA. Gaan we deze gaan halen. Sierassortiment, gooi er maar in. Junior Deluxe. Nou, dat is wel heel joh, dat is echt alleen maar sterretjes en... Hier, fakkels toch? Park. Nee man, dat zijn... Die laten we dan liggen. Eén van deze ook maar even erbij. Mooi. Masker. Nou, wat zijn dit? Ik denk gewoon normale. Groenbloemen. Ja. Ook in de car. We moeten snel wezen, want ze gaan in lockdown. Denk ik alles weer. We moeten snel wezen, want ze gaan in lockdown natuurlijk. Handfakkels, dat is wel lauw toch? Of is dat echt sterretjes? Nee, dat zijn gewoon sterretjes, man. Geen fakkels. Oh, hoe is het van tijd? Oh, dat is eigenlijk ook niet zo duur. En wat is dat? Oh ja, dat zijn die van jou. Deze, niet heel duur of zo, tientje. Zeg. Klopt. Er zitten inderdaad flitsers in, fonteinen, blinkies. Krettenballen? Wel gek merk, man. Van wat voor merk is dit dan? Weco. Weco, wat de hel. Gek. Nou, ik zou zeggen, ga er maar achteraan staan. Heel doosje, deze is al 1000 hier. Ja, man. Geen idee wat dit is. Wel een apart doosje, man. Ja, echt, hè. Nou, ik heb dit bord. Heel klein schapje, dit. De HEMA blijkt nog open te zijn tijdens de lockdown, maar of ze vuur verkopen, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Alleen essentiële dingen zoals eten en zo. Voordat we jullie laten zien wat we hebben, jongens, hebben we ook nog aansteker van My Plasma. En dit is echt de allerlaatste kans dat jullie hem nog kunnen krijgen. Hier heb je de zwarte stick. Die vind ik zelf het ziekst. Die is echt het populairste. Moet je kijken hoe mat zwart en zo. Echt mooi. We hebben even het knopje aangedaan en dan kunnen we er zo meteen mee stoken. Zo. Hoppa. Er zit ook een USB-kabeltje hierin. Kortingscode Pyroteam Delft en kortingscode Pyroteam Delft 2 voor meer korting. Maar die is slechts beperkt geldig. Dus ik zou zeggen bestel nu snel, want PostNL heeft het natuurlijk super druk door alle bestellingen en de lockdown. Verder hebben we natuurlijk ook nog de camo. Die hadden we nog en daar stoken we echt al heel lang mee. Wij hebben nog wel categorie 1 vuurwerk geshopt en we gaan jullie laten zien wat we hebben gehaald. Hier, allereerst. Ik heb nog nooit vuurwerk van de HEMA gehad. Het is eigenlijk dezelfde eigenaar als de Big Bazaar natuurlijk. Ja. Dus ik ben benieuwd wat het doet. Groenbloemen, die je dus niet bij de Aldi hebt dit jaar. Helaas. Deze fonteinen, wat eigenlijk gewoon frisdrankjes lijken. Heerlijk. Fantakjes. Sierfonteinen, 6 stuks in een pakking. En hier hebben we een of ander sierassortiment. Blinkies, groenbloemen, fonteintjes. Ja, blinkies, groenbloemen, fonteinen. Knetterballen. Duofonteinen. Dus die gaan we ook even hier stoken op deze locatie. Weet je de prijzen nog? Nee, de prijzen weet ik niet meer, man. Maar ik denk dat de mensen die het net hebben gezien in de video, kon je precies zien wat er op dat schap stond natuurlijk. Maar we gaan het zien hoe het categorie 1 vuurwerk van de HEMA is. Nou, we beginnen even met de grombloemetjes. Die zijn ook natuurlijk klein. Echt heel klein en licht ook. 1 gram. Zo. Nou, dat is logisch bij het kat 1 grombloemen. Voor mij zijn die kat 2 grombloemen 5 gram, toch? Of 2, 3, weet ik veel. Nou, hier. Dan doen we zo. We zullen zien. Of ze wat voorstellen. Nou, de HEMA rookworsten die gaan goed heen en weer. Energiezuinige grondbloemen. Stop deze in de auto. In de auto? Ja. Stooksessie, doe maar. Hop, grondbloemensessies. Die heb je dus niet bij de Aldi dit jaar, wat ik niet begrijp, man. Heeft toch niks met plastic te maken op die? Nee, tuurlijk niet. Rookbloemen. Dat is toch wel een stukje crackling, man. Zo dan. Zo. Fantastisch. Hele pakketje in de hens. Verder, wat we natuurlijk ook hebben, dat zijn de sierfonteinen. Kijk, de sierfonteinen, energiedrankjes. Dat lijkt wel een compound zo gek. Maar kijken. Nou, de eerste, dat is de sierfontein. Begin het nieuwe jaar met een knal. Gooi daarna je vuurwerkrest bij het afval. Mountain Dew blikje. Ja, een beetje standaard, hè? Ja. Die echt heel bijzonder. Die van de macro waren wel goed.
Fanta Orange. Cola Light, jongens. Ja. Zo, oh, die is wel hoog. Die was wel echt hoog. Die was wel echt hoog. Leek inderdaad alsof je een paar blikjes hebt staan. Ja. Wat is dit? Energy? Sierfontein Blauw. Cassis. Munitie gek. Heel bescheiden giller. Deze vind ik wel lachen. Twee tegelijk, om het echt gek te doen. Het zijn niet hele slechte fonteinen, man. Ze geven inderdaad echt dat roze effect, hè. Het volgende pakket van de HEMA. Daar hebben we even op gewacht tot het iets donkerder was. Daarnet scheen een beetje de zon. Star Fountain, ik hoop niet dat die... Flatenkraat. Wel mooie dingen, man, op zich, toch? Ja. Ze komen wel hoog. Op zich. Zo. Wat is dat? Oh, dat is die. Zo dan. Zo, die gaan lang. Laap. Oh. Zo. Hey, de HEMA heeft denk ik de beste fonteinen, man. Duo Color Fountain. Allemaal fonteinen. Doen we even de drie tegelijk. Wat is dit? Oh ja, die yellow. Je hebt die... Ja, hier allemaal naar elkaar toe, zo. Gaat dat allemaal? Tuurlijk. Hey, nope. Hij wel. Nee, man. Gaat niet. Hard? Rekel wel goed, man. Ja, deze wel, ja. Wat is dit dan? Grombloemetjes. Niet met knetter natuurlijk, maar ook van die kleintjes. Ja, misschien gaan ze goed. Je weet niet. Ik weet het inderdaad niet. Hop. Hop. Hij tolt ook nog gewoon in het gras, dus dat is goed. Ik vind die van Weka wel goed, ja. Maar je... Zo, weer niet. Ja, zo. Wel. Twee, drie. Zo dan. Zo. Hebben we de blinkies nog? Hey, flash. Ja, daar doen we even eentje van, want deze ben ik niet zo fan van. Nou, dit zijn een soort van flashing demons van vroeger. Echte kruidhandjes. Ja, niet kijken erin, hoor. Ik heb nou een flits omhoog. Maar hier zitten er geen vier in, maar drie. Dus misschien is deze beter. Ja, dit zijn net iets andere lijken wel. Kijk maar. Hier. Zo. Hier. Yes? Mm-hmm. Funke fontein. Zo. Die is hard. Ja, man, echt een groot effect. Helaas is de HEMA op dit moment dicht voor vuurwerk. Althans, op dit moment dat wij
de video opnemen is de HEMA dicht. We hebben vlak voor sluit, wat we net al zeiden, bij de HEMA nog wat gehaald. Voordat ze dicht gingen voor de lockdown. Ik hoop dat jullie ook al genoeg kat 1 in huis hebben. Want dat is helaas het enige wat dit jaar nog kan en waar je aan kan komen. Tenzij je al wat hebt van vorig jaar of aan ander land. Mocht je deze video leuk vinden, laat dan even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer om 4 uur.